gaan in deze video mijn mid-icon pakket openen. Ik heb hem denk ik voor 50-60k kunnen doen, want ik had heel veel hoge untradable spaces, dus dat is lekker. Daarom kunnen we misschien straks ook nog, wie weet, Zlatan kopen. Dat zou heel erg vet zijn. Deze week hoop ik hem ergens te kunnen kopen met een heel vet team. En dat team laat ik straks ook zien. Maar nu eerst jongens, mijn mid-icon pack. Dat moet gewoon even iets goeds worden. Kom op, dit jaar hebben we best wel veel lekkere spelers al gehad, maar echt uit deze SBC moeten we even een topper pakken. Vergeet even niet deze video te liken, abonneer even op mijn kanaal en volg me zeker dus even op Twitch, jongens. Hieronder. Volg me hieronder even op Twitch. Deze week ergens gaan we waarschijnlijk nog even live. Waarschijnlijk vrijdag met die. Goed, jongens. We gaan even kijken. Op dit moment mijn team. We hebben 677.000 muntjes. We hebben even dit team gemaakt. Volgens mij is iedereen untradable op dit moment. We hebben nog best wel een goede bank dan. Hey, deze spelers hebben ook nog allemaal Suarez. Nou, die gaat denk ik ingeleverd worden. Maar ja, Carlos natuurlijk hebben we wel gepakt. Felipe Anderson, jongens. Deze kaart lijkt me zo fucking goed voor op de flank. Hij heeft 94 schotkracht, 91 afstandsschot. En heeft hij ook nog geplaatst schot als specialiteit. Dus ja, dat moet gewoon een fucking goede kaart zijn. En helemaal voor mijn Serie A team die ik straks wil gaan bouwen. En dat laat ik straks even zien, dus wie dat gaan worden. Kunnen jullie Felipe Anderson trouwens wel vast erbij zetten? Want daar gaan we straks sowieso even een potje mee spelen. En met die nieuwe icon natuurlijk. Oké, het icon pack. We gaan iets leuks doen, jongens. We gaan icon roulette doen. Dat is het volgende. Ik ga naar dit scherm. Kijk, en je ziet hier alle landen. Als het goed is, het kan weer zijn dat ik een spelfout Argentinië. Het zal wel. Maar volgens mij heb ik alle juiste landen heb ik hierin staan. Oké, dus we gaan hier husselen. We gaan draaien en dan gaan we naar mijn icon pack. Jullie weten ja, hoe het werkt. Oké, jongens, we gaan hem even inleveren. Mijn favorieten. Alle credits naar Elko. Elko munten. Die heeft deze SPC voor ons gedaan. Kijk, Drogba hoeft niet ingeleverd te worden. Maar deze jongens wel. Daar gaat hij. Is niet normaal. Icon packje voltooid. Mid icon pack, jongens. Oké, daar komt hij. Spannend moment. We gaan niet kijken. We gaan dus klikken. En uiteindelijk stuur hem dus naar mijn club. Oké, we hebben geklikt. We gaan niet kijken. Ja, hij is weg. Oké, we hebben niks gezien. Dat is goed nieuws. Het gaat altijd voor een gevoel mis. Ik krijg er warm van. Oké, dus dan gaan we naar land. Ja, dat zoeken we dus straks. Kwaliteit, icon. Oké. We gaan dus eerst even aan het rad draaien. En dan gaan we kijken welke icon het gaat worden, jongens. Heel leuk. Oké, we gaan husselen. We gaan klikken. Er wordt gedraaid. Je hoort zelfs geluidjes. En het is Finland. Fucking Finland. Nou jongens, komt die icon. Finland. Kan niet dat we die hebben. Ik hoef niet eens te klikken eigenlijk. Dit kan gewoon niet. Kijk. Nog even goed husselen. En geklikt. Kom op. Een mooi land. Het is Portugal. Ja, dat zou zomaar hem kunnen zijn. Natuurlijk, elk land kan hem zijn. Maar Portugal zit best wel wat icons. Oké, jongens, komt ie. Portugees. Eusebio. Tuurlijk, Eusebio. Zou ik heel erg tevreden mee zijn. Dat is hem niet. Husselen en klik. Nog 28 landen. Dat is best veel, hè? 28. Zweden. Ah, die kunnen we ook skippen, toch? Zweden, jongens. Icon. Pakken we een Zweed? Gelukkig niet. Oké, jongens, husselen. Het woord. Daar komt ie. Dat is niet normaal. Dit lijkt me Schotland, toch? Ja, dit is Schotland. Nou ja, Schotland dan. Ik denk het niet, maar we zullen het zien. Nee. Het volgende land, jongens. Daar komt ie. Dat is niet normaal. Servië. Jezus, wat gebeurt er aan het scherm, man? We waren al bij de S, dus Servië. Vidic. Dat is volgens mij de enige, denk ik. Vidic. Nou, ik hoop het niet. Kom op. Geen Vidic. Lekker. Dan gaan we weer. Hussel. Het is Bulgarije. Poh, is het een vette Bulgaar? Ik denk het niet. Maar zou die goed zijn? Ik denk het wel. Kom maar. Lekker. Hussel en klik. Spannend moment. Hij gaat komen. Frankrijk. Oeh, dit is wel even een cruciaal moment. Kom op. Een Fransman. Oh, geen Fiera, geen Blanc, geen Henri, geen Dessaï. Oh, dat is best wel een groot land. Jammer. Oké, daar gaat hij weer. Hij wordt gehusseld. Het is niet normaal. Het is. Zo, volgens mij heb ik dit heel slecht geschreven. Tsjechië. Ik heb het echt heel snel geschreven. Dus voor degene die spelfout bij mij zijn. Ja, ik ben dyslectisch. Ik heb geen zin om een test te doen. Dat kost 3000 euro. Is het Tsjechië? Net vet. Is het net vet? Nee, gelukkig niet. 8 hours later. Het is... Ja, dit wordt hem. Ik voel het. Ik kreeg een steek in mijn linkerrib. Dat is vaak een goed teken. Brazilië, ik voel het. Kom op, een vette Braziliaan. We doen het, kom op. Ik zei het je dat ik iets voelde. Dan heb ik die fucking leenspeler Pelé. En Carlos zit niet bij de selectie. Vieze oplichters. Oh, spannend. Nog 4. Allemaal kutlanden, behalve Nederland. En dan, ja, alleen Cruijff, Gullit. Oh, nu komt hij. Het land. Der landen. Nederland. Er zitten ook heel veel losers in. Ja, Van Basten, Overmars, Rijkaard. Ik kan er zoveel op noemen. Kom op, geef me Gullit of Cruijff. Koeman kunnen we ook nog pakken. Ja. Gullit of Cruijff. Kom op. Een Nederlander. Ah! Ah! Boom! Dit is ziek. Ik wilde hem misschien nog kopen. In plaats van Zlatan, omdat hij zo duur was. Nee, joh. Dit is lekker.
Oh, dit is ziek. Dit is ziek, jongens. Oh, oh, oh. Mid-kruif. Dit is fucking vet. Dit is ziek. Dit is ziek. Dit is ziek. Oh, dit is ziek. Ik twijfel er serieus nog om gewoon kruif. Kijk, ja, ik moet het even laten zien. Kijk, ik zat te kijken hoe duur Zlatan was. Die was 2,9. En ik dacht, ja, kruif. Hoe duur is dan mid-kruif? Even als voorbeeld. Die kost 3,2. Die is ietsje duurder. Maar ja, heb je toch een veel betere speler. Jongens, dit is de beste bijna die we kunnen pakken, denk ik. Het is de vierde. De vierde beste. Gullit, Pelé, Ronaldo. Kruif of... Oh, dit is zo vet. Dit is zo vet. Dit is zo vet. Come on! Oké, jongens. Ik ga zo verder. Jullie zien me over een paar minuten, misschien over een uur weer. Tot zo. Oké, jongens. Yo, ik moet nog steeds een beetje bijkomen. Wat een zieke pack. We hebben even dit team gebouwd. Ik moet even snel kijken. Ja, dit team gebouwd. Ik had Ginola, Mbappé, Ronaldo had ik allemaal nog. Fred ook. Die kan ik allemaal straks listen. En daar kan ik... Ja, dat is best wel zonde. Ronaldo, Ginola, Mbappé, Fred en Varane verkopen. En dan zou ik Zlatan kunnen halen. Maar ik weet niet of die dat waard is. Ik denk dat normale Ronaldo misschien beter is dan Zlatan. Het is misschien de hype. Ik heb geen idee. Misschien is die wel echt zo goed. Kan bijna niet anders. Waarom zijn ons 2,9 miljoen voor die kapitaal? Oké, jongens, tegenstander die denkt... Jezus, wat is dit? Wat is dit? Dat moet hij wel denken nu. Best wel ziek voor de Cruyff, Ginola, Ronaldo. Oké, we zetten Cruyff even in de spits. Ronaldo op de flank. En Mbappé gaat er dan uit voor Philippe Anselin. Ik wil Ginola en Cruyff even in de spits. Dan kan ik het goed vergelijken wie wat kan. Oké, eerst de balcontact ooit met Cruyff. Ik heb nog nooit met hem gespeeld, deze FIFA. Ook niet zijn baby. Maar zijn snelheid is... Zeker aanwezig, vooral die sprintboost. Ja, dit voelt goed. Dit voelt heel... Ja, dit voelde goed. Even kijken, longshot, straks Cruyff, gelijk testen natuurlijk. Daar draait het om. Longshot. Ja, dit is gewoon FIFA, deze FIFA. Dit is wat ik alleen maar doe eigenlijk. Vooral als het moet. Gewoon longshot, lange hoek. Ja, hij is nu al goedgekeurd. Niet eens groen getimed, maar wel erin. Philippe Anderson, daar gaat hij. Hij kan ook goed schieten, dat wil ik zien. Hoe voelt hij? Hij voelt goed aan. Heel goed zelfs aan. Hij heeft die bal goed aan zijn poten. Kijk, tegenstander weet niet waar hij heen moet. Ah, oké. Dat is iets te veel, iets te veel. Maar hij voelde goed aan. Dat is belangrijk. Ik heb zo'n hekel aan deze goals. Ik krijg zo vaak deze goals tegen. Dit is ook gewoon heel slecht verdedigd. Eigen goal ook nog. Jezus, 2 in achter. Die belt nou weer. Zo'n hekel aan dit soort goals. Hoe kan dat? Hoezo is elk schot dat iemand aflegt gelijk raak? En hoezo krijg ik nooit dat soort goals? Gaat hij? Cruyff! Nu dan! Dit moet hem worden! Zieke redding, Tsjech. Hoe dan? Alsnog dan Ginola, tweede paal. Kijk, bij mij staat dan nooit iemand tweede paal. Hoe kan dat? Bij hun staat er altijd zo'n vet lap lekker tweede paal te wachten. Tuurlijk, ja. Dit wordt een... 4-1 achter. Klikt hij gewoon op start. Dit is extra vernederd. Hij drukt gewoon op start zodat ik weg moet gaan. Dit is gênanter dan dit kan niet. Juist die Philippe Anderson. Nu dan. Goeie draai. Ja, eindelijk. Eindelijk. Het kan nog. Kom op, man. Wat denkt die gozer wel niet? Is gas irritant, jongen. Is het heel goed te verdedigen, deed hij? Maar hier, Cruyff. Helemaal vrij. Groen getimed. Niet eens. Ik ga gewoon liever. Oh, alsjeblieft. Die gast zit alleen maar... Dit is een Nederlander, maar hij is waarschijnlijk fucking triest. Hij zit alleen maar in die cornervlag. Jezus, mina, man. Nou, Cruyff dan nog maar een keer. Cruyffie. Goh. Leg hem af en dan moet dit hem worden. Dit is toch niet normaal? Die Tsjech, wat een kaart. Oké, jongens, we hebben verloren, helaas. Met het nieuwe team. Ik was niet gefocust, dus het was niet goed. We gaan deze week het nog even herstellen. Maar Cruyff voelt fantastisch aan. Anderson ook echt een hele goede kaart. En zeker weten dat hij nog gaat upgraden. Like even deze video. Abonneer even massaal, jongens. Echt abonneer even massaal. En volg me op Twitch. Kijk, hier was die mooie goal. Een keer Cruyff. Niet in zijn groen getimed, maar ziet die curve. Hè? Heerlijk. Tot snel, dames en heren. Bye bye.